In deze film ga ik dit schilderij in perspectief kroppen. Omdat het enigszins schuin is gefotografeerd, staat het ook gewoon in perspectief op de foto. Namelijk de rechterzijde is groter dan de linkerzijde. En als je nu een afbeelding wil hebben van alleen het schilderij, dan zou je hem uit kunnen snijden. Maar als je hier de kroptool gebruikt en als ik hierboven even de breedte en de hoogte resolutie weghaal, dan zie je dat ik eigenlijk alleen maar vierkant kan kroppen. En als ik hem nu uitsnij. Dan heb ik dit resultaat. Zou ik hem nog eigenlijk gewoon helemaal met transformeren recht kunnen gaan zetten. Uh, maar het kan ook gewoon makkelijker en sneller. Want er is namelijk ook een andere crop tool. En dat is de crop tool perspectief. Je ziet bij de crop tool al een heel klein uh, driehoekje ernaast staan. Dat betekent dat er meer gereedschappen in zitten. En als je de muis ingedrukt houdt, zie je het daar staan uitsnijden met perspectief. En wat je nu kunt doen, is: je kunt wederom een kader om je. Schilderij heen leggen, maar je kunt nu nog iets anders doen. Je kunt deze hoekpuntjes namelijk oppakken en je kunt ze gaan verleggen. En als ik dat even heel grof doe, en als ik dat dus heel snel doe, dan zie je ook dat mijn vierkant geen rechte hoeken heeft, maar dat het dat perspectief van het schilderij overneemt. En dubbel klik je er nu op, of klik je hierboven op het vinkje, of druk je op enter, dan zie je dat het schilderij eigenlijk meteen automatisch wordt gecorrigeerd. En je ziet ook een paar hele kleine witte randjes, want zo netjes heb ik dus niet uitgesneden. Maak ik dit even ongedaan. Ik heb nu een vierkant getrokken en dat aangepast. Je kunt ook gewoon rechtstreeks de lijnen trekken. Laat ik even wel wat beter inzoomen. Dus ik selecteer gewoon het eerste punt. En als ik dan één keer klik en ik laat hem los, dan kan ik het tweede punt uit gaan zetten. Ik hou de spatiebalk ingedouwd om over de foto heen te gaan. En het tweede punt wil ik daar. En je ziet, er komt eigenlijk gewoon meteen... Ja, een soort vorm tevoorschijn. Dus in dit geval zou ik veel makkelijker en preciezer kunnen werken. Hou de Alt ingedrukt en scroll met je wieltje om eventueel te zoomen. Nou, dit is toch al wel, wel ietsjes beter. En ik dubbelklik op de afbeelding en hij snijdt hem gewoon weer keurig uit. Eventueel kun je hier nog wat kleine vervormingen aan corrigeren, maar in eerste instantie is het gewoon hartstikke simpel. Je kunt hiermee dus ook gewoon vlakken die in perspectief gefotografeerd zijn in één keer recht uitsnijden. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei. doei.